Het verdwijnen van een instituut als het Nederlands Muziekinstituut is een land onwaardig als je dit soort dingen opbouwt. Je gaat toch ook niet ineens 300 chirurgen ontslaan of het halve verkeersplein Oude Rijn afbreken, waar ook 40, 50 jaar aan gewerkt is om het voor elkaar te krijgen. Het is onvoorstelbaar dat dit kabinet met deze staatssecretaris dit contract hebben gesloten om dit allemaal stuk te maken.